De resultaten van de opdrachten van de studenten van het derde leerjaar van de opleiding audiovisuele productie van het NATIN zijn gisteren gepresenteerd en beoordeeld. De studenten hebben van 21 mei tot 18 juli stage gelopen bij Studio Paramaribo. Studio Paramaribo is een organisatie die als doel heeft de film- en televisieindustrie van Suriname naar een hoger niveau te brengen. Zij doet dit door middel van opleidingen en het faciliteren van producties. Volgens Dave Edhard, creative director van Studio Paramaribo, probeert zijn organisatie een inventaris te maken naar de behoeften van de Surinaamse film- en tv-industrie. Vandaar dat we samen zijn gaan werken met het NATIN die de audiovisuele opleiding verzorgt, zegt Edhard. Op een paar punten na. Want wij moesten ons nu direct gaan aan de regels van MINOF gaan houden. En ik heb daar ook mijn grote vraagtekens van hoe je dat bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. MINOF kent geen drop-outs. En ik heb zoiets van, als jij drie keren laat bent gekomen op mijn set, dat betekent je hebt geen respect voor mij, je hebt geen respect voor het instituut. Dus je moet gaan. Ja Dave, niet zo moeilijk doen, we gaan praten erover, bla bla bla. En gelukkig, ze lachen daarachter. Dat waren mijn eerste woorden. Ik zeg, jongens, don't waste my time. I don't want to waste your time. En ik heb ze ook direct gevraagd van, wat willen jullie doen? Is dit wat jullie willen doen? Bij bepaalde had ik vraagtekens. Oh, ik wist niet dat dit het moest zijn. En toen zei ik van, don't waste my time. Want er zijn genoeg andere mensen die dit echt willen. We gaan erin springen. Volgens Eddie Wijngaard, de directeur van Stichting De Backlot, tevens een van de partners van Studio Paramaribo, is de opleiding audiovisuele productie 5 jaar teruggestart. Wij dachten dat deze opleiding storm zou lopen, maar er bleek toch een hobbel te zijn. En die hobbel was de ouders, zegt Wijngaarde. Want die vroegen zich af, wat moet mijn dochter of zoon straks met een camera gaan doen? Of met geluid gaan doen? Want die hadden de picture, even zo gezegd, van wat het inhoudt nog niet helemaal gekregen van ons. Dus we hebben wel onze best moeten doen om in het begin vooral mensen die zich aangemeld hadden, herinner ik me, om ze te overreden om hun zoon of dochter op die opleiding te plaatsen. Ik denk dat zo langzamerhand in Suriname wel nu doorgedrongen is het belang van een goede mediawereld hebben, filmwereld hebben, waardoor je eigen verhalen en gebeurtenissen kunt vertellen vanuit je eigen omgeving. Daarom hebben we ook gestreefd om instituten, instellingen, activiteiten, masterclasses, alles te organiseren om te proberen het niveau op zodanig hoogte te krijgen dat mensen blijven kijken naar datgene wat je ze voorlegt. Of het nou op televisie is of in de theater is, allemaal gaat het erom, kun je de aandacht vasthouden van de kijker of de bezoeker. Eddie Wijngaarde, directeur van Stichting De Backlot en partner van Studio Paramaribo. Hij sprak gisteren na de presentatie van de resultaten van de opdrachten van de studenten van het derde leerjaar van de opleiding audiovisuele productie van het NATIN. De presentatie is gehouden bij Studio Paramaribo aan de Grote Combeweg.